De veerboot Norland van North Sea Ferries heeft het avontuur als Brits hospitaalschip in de Falklandoorlog goed overleefd. Aan boord van het geheel gerenoveerde schip herinnert onder andere een schilderij aan de dienst in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Met haar zusterschip North Star onderhoudt de Norland nu weer de dagelijkse dienst tussen Rotterdam Europoort en Hull aan de Engelse oostkust. Ook vanuit Zeebrugge vaart North Sea Ferries elke dag op deze havenplaats, van waaruit Schotland, Ierland, Wales en Midden-Engeland snel bereikbaar zijn. Vandaar dan ook dat veel verladers van deze verbinding gebruik maken. Er is aan boord plaats voor 100 vrachtwagencombinaties. Stop! Veel zakenlieden, toeristen en vakantiegangers steken ook de Noordzee over met deze jumbo-veerschepen die plaats bieden aan 250 personenwagens. Ook voor groepsreizen wordt de veerdienst naar Hull meer en meer gebruikt. Vooral in herfst en winter en ook in het voorjaar, als voor de overtocht aanzienlijk voordeliger tarieven gelden. Na de gebruikelijke incheckprocedure begeeft men zich via de gangway aan boord. Stewards en ander personeel wijzen de reizigers de weg naar hun verblijfplaats. Voor wie dat wil, zijn er comfortabele slaapstoelen beschikbaar. Deze manier van reizen is uiteraard goedkoper dan de overtocht in een hut. This is your bottom one. There's a toilet over there. You step there for to get into your top bed. Elke dag om 6 uur 's avonds vindt zowel uit Europoort als uit Hull een afvaart plaats. De grote veerschepen die elk ruim 1200 passagiers kunnen vervoeren, beschikken over de modernste navigatieapparatuur. De overtocht duurt 14 uur, zodat men de volgende morgen om 8 uur aankomt. Een zeereis maakt hongerig en daar is aan boord op gerekend. Koude en warme maaltijden zijn, evenals het ontbijt, in de reissom begrepen. Als de schepen buiten de territoriale wateren zijn, gaan de belastingvrije winkels aan boord open. Wie daar behoefte aan heeft, kan zich na het eten terugtrekken in zijn hut. Voor wie andere interesses heeft, zijn er aan boord ruime mogelijkheden voor ontspanning en vertier. In de sfeer die aan boord heerst, trekt de disco zowel de belangstelling van jongeren als van ouderen. Het aantal passagiers dat North Sea Ferries over de Noordzee vervoert, neemt elk jaar toe. Voor de rederij een bewijs dat de diensten die zij onderhoudt beantwoorden aan de wensen van een steeds groter wordend publiek.